Hey, this is the place I'm telling you, man. Oh my God, that is dead. Let's go in there. Follow me, man. Oh, okay, I follow you. Anywhere you want. You know what I'm saying? Wow. Thank you. Kijk, net op tijd. Ongelooflijk. Onvoorstelbaar. Het is geweldig. Geen probleem. De beach gaat steeds maar door. Het ritme is geweldig. Daar mag je alleen maar naar kijken. Maar aankomen niet. Oh my God. In een van de 3000 striptease-tenten van Amerika geniet Eddie Wally van het vrouwelijk schoon. In Miami is de striptease-industrie bijna de grootste entertainmenttak. En Eddie Wally kan dit soort amusement best appreciëren. Mariette geniet van de middagzon. Ik ben niet jaloers, ik ben nooit jaloers geweest. En ik vind dat gemakkelijk. En zo komt door vrienden van de vrouwen. Je moet alles bij hun kunnen aan en ik heb me altijd gekund in Eddie Wally. En dat vind ik machtig goed. Ja, dat zeggen ze ons altijd. Hey! Hey! Wow! Yeah! Yeah! Thank you very much. Thank you. Yeah! Ik heb alles gehad van Eddie, al wat ik wil. Ja, de muurster ben ik niet. Ik ben toch geen keer proper of geen keer iets nieuws. Een keer nieuws terug, kijk. Ik heb me daar van de mond gekocht. Ik zei, het is te warm in mijn desk. Ah ja, en kijk, en dat is het. Nou, dat, hè. En die dag vertrokken ben, dan zei ik, ik moet naar mijn schoenen nieuwe hand toe gaan. En dan was mijn schoenen meegebracht. Ik moet me nog omen, want ik ben enorm en streng gedrukt. What do you think, so I go there for my business? Is difficult for my business? For my song, I ben a singer. Mm-hmm. And I go there and I go see to the room. Right. It's not problem? No, there's no problem. No problem. What should it be a problem? Oh. No, it's your private life. This my life. This is life. It's a private life. You know? This is life from Miami. Exactly. It's a regular. It's normal for everybody here. Okay. You know, yeah. Even me as a married man. Sometimes on a weekend, I go there and enjoy myself. Oh. Yeah. My wife. I say your wife then. Yeah. Sometimes I go along with my wife. She goes in there and sit down and have a drink. She like that the scene then. She like the scene, right? She watch. She look. You know. Ah. Mariette is blij om Eddie Wally terug te zien. Het is een snikhete dag. Eddie Wally en Mariette trekken erop uit om wat verkoeling te zoeken. Op uitnodiging van Vlamingen die in Miami wonen, maken ze een boottocht langs villa's en paleizen van internationale sterren. Sightseeing in Miami. Dank je, Mark. Welkom to the Brussels Sprout. Dank je. De bedoeling is dus van mooie huizen te zien, maar ook huizen dus die door beroemde mensen. In eigen nog België. Dat vol bekijk. Zeker weten. All hands on deck. We komen in de miljonair row. Waar de huizen dus 15, 20, 25 miljoen waard zijn. Dat zijn hier huizen van een half miljard, van 1 miljard. Boten van 200 oude Belgische frank. Wat denk je dan? Dat is iets anders dan anders. Dat is iets anders. Ja. Zou je daar niet willen in wonen? Liever in België. Liever in Zeilzaten? Ja, liever in Zeilzaten. Oké, daar. U ziet dat huis is wit, keer wit huis op de hoek. Met die kleine toren. Dus het gewezen huis, maar het is nog altijd het huis van Bill Gates. Er staat te koop voor 26 miljoen. 26 miljoen dollar, Eddie. Oh. Hoeveel cd's moet je daarvoor verkopen? Oei, 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 oei.
Een andere vraag, Luc. Waarom zeg je altijd Eddie Wally tegen Eddie? Nee. Dat blijft. Je mij, dat zat er niet uit. Je hebt hem leren kennen onder een andere voornaam. Hè? Waarom zeg je altijd Eddie Wally? Nu wel. Nu, ja, dat is al jaren. Geen Eddie Wally. Mijn moeder zei Eddie Wally. Mijn zuster Eddie Wally. Ja? Wie heeft de naam Eddie Wally uitgevonden? Ja. Een fotograaf in Zelza. Ja. Een vrouw, hè? Een vrouwelijke fotograaf? Ja, die is al door. En hoe is dat gegaan? Met een foto te nemen, de eerste foto die van mij genomen wordt met mijn gitaar. En die fotograaf heeft gezegd, meneer Van der Wallen, een andere naam. Eddie Wally. Van der Wallen klinkt niet. Maar was het omdat Van der Wallen niet klinkt? Die, dat klinkt niet. Ze zegt, ik heb een naam voor u. Klinkt dat niet? Nee, Eddie Wally klinkt beter. Okay, dus het huis van Michael Hoek die heeft dus 3-4 huizen gekocht. Hij heeft dus een galerie gebouwd. En zijn hele familie, dat is onschatbaar. Dat is van een 50 miljoen dollars. Ja, gemakkelijk. Want dat zijn dus 4-5 huizen. Ja, maar gekocht, samengebouwd en zijn hele familie woont daar. Ja. Ik heb een klein beetje les gevolgd in de oorlog in privé. Maar mijn vader deed mij naartoe gaan naar daar. Maar wij waren ook zo'n beetje van alles. Mijn vader was een smokkelaar ook. Moest in een fabriek werken in Teerkot, in de slechtste fabriek van België. Ja. Na de oorlog is hij subiet gestorven. Hij is maar 49 jaar geworden. Zo jong je papa verloren? Zo jong mijn vader verloren. Was dat moeilijk voor jou? Ja, maar mijn moedje was lief. Hè. Mijn moeder was een heel lief. Had je veel aan je vader? Ja, maar het was een streng. Ja. Zeer streng. Maar welke rol hebben jouw moeder en je oudere zus gespeeld in jouw leven? Enorm veel gedaan. He. Ze hebben ons Marinaatje opgevoed tot haar 18 jaar. Marina heeft naar school mogen lopen tot haar 18 jaar. Ze heeft ook haar diploma. Ze heeft ook diploma gehad voor, hoe noem dat, voor business, voor alles zo. En daar ben ik heel blij mee. Daar ben ik altijd dankbaar voor. Maar ze hebben Marina opgevoed omdat jullie beiden hard werkten? Ja. Op de markten? Ja. Nou, anders stop ik even, hè, Eddie. Als je wilt dat ik even stop met vragen stellen. Maar praat je niet graag over je moeder en je zus? Ja, doe maar. Even stoppen? Stop die eentje. Ja, geen probleem. Ja. Maar we hadden het even over je moeder en je oudere zus. Welke rol ze speelde in jouw leven? Een hele goede rol. Hè. Een rol die altijd, dat ze verzorgd waren om mij. Noem maar op. Altijd, mijn moeder zei, ga toch vroeg naar de zaak en doe alles open. En, begrijp je? Ja. Was altijd verzorgd. Mijn zuster was dat dan. Het was één familie. Hè. En als dat dan uit elkaar valt, is dat ook mijn schoonbroer en Amok. Die waren ook harsons. Dat is dan ook een andere toestand, begrijp je? Dat komt emotioneel een beetje over. Een man mag niet huilen, dat weet ik, maar... Een man moet huilen, nee? En een man mag niet huilen, zingen ze in het liedje, maar ja. Die emoties komen ik erop zo. Hè. De volgende ochtend gaat voor Eddie Wally een jongensdroom in vervulling. Cruisen in een rode cabrio. En hier is hem, Red Eddie! Red Eddie! Wauw, how are you? Ik heb een cabriootje gaan huren. Fantastisch zeg. Zo zou ik het ook zeggen, Eddie. Amai. Het past bij uw outfit. Ja? Een rode auto, een rode hoed, een rode bril, een rode t-shirt. Schitterend. Hang on, Eddie. Oké, it's alright. Hey, this is Red Eddie. Hallo, how are you? Fine. Do you know Red Eddie? Red Eddie is Red Eddie. Oh my god. Yeah, we got a car, man. For you. This is Eddie. Wait. Please, thank you. Bye. Red Eddie. Oei, oei. Dat doen ze wel subiet, hè. Direct klaksoneren, hè, die man. Ja. Time is money. Time is money. Ja. Just what you say. Ik kan het dan naar moeder oversturen. Ah, oh. Snapt hij net aan. Oh, ai. Het meisje van je leven. Dan kun ik niet op mijn vingers. Hé, Luc, de vingers fluiten? Nee, ik fluit niet naar meisjes. Oh, pardon. Rutte. Oeh.
Dat is even een zeer goed testen, Eddie. Alles oké? Okay? Alright. Dat is zoals in de Amerikaanse politiefilms. Ja. Oh, alles oké? Oké, okay, yes. Ja, ja. Ik kan het niet gezien. Ik ben nog een beetje in leven, hoor. Ja. Dat, niet te rap, hè. Ik weet, hè. Nee, we rijden. Kijk, speed limit 35. 35, en you? Dus eigenlijk mogen we hier maar bijna 65 rijden. Binnen 65? 60. 60. Amai, dat was 120, geloof ik, daar reed. Niet meer mij, hoor. Zo'n ham op een rijtje, hè. Beste kijkers, we hebben er even uit, wel voor de reclame. Wat voor water bijna. We gaan even bekomen, want Eddie Walling was bijna dood. Dat moeten we even bekomen, ja. Eddie, we zijn nu een dik uur voor het... S'avonds is Eddie Walling volop bezig met de voorbereidingen voor zijn enige optreden in Amerika. Zijn er 20 zingen? Dus 20, ja, meer of 23-tal nummers, zeg. En met welk nummertje ga je beginnen? Ik ga toch beginnen met een nummertje die altijd goed aanslaat. Valencia. Ja, ja, ja. Mariette, wat denk je van Valencia? Nooit. En dat liedje, wat denk je daarvan? Ik pluk de sterren van de hemel. Och, dat is mijn leeftijd een beetje niet. Is dat je lievelingsnummer? Ja, een beetje toch. Ja? Ik heb nog wel lang druk, maar ja. Dat toch. En weet je wat ik ook ga zingen? Jouw herkenning met gesloten. Oh. Hoe vind je dat? Ja, een beetje triestig voor ons, maar dat is toch heel schoon, hè? Waarom is het triestig voor jullie? Herinneringen, hè? Herinneringen hebben we er veel aan. Ja? Ja? Welke? Van vroeger, hè? Herinneringen. Veel. Maar welke herinneringen? Zijn zuster. Ja? Ah, ja? Was dat een nummertje van je zuster? Dat heeft gespeeld op de begraving. Ah zo, ja. Oh, dat zal een beetje emotie zijn dan vanavond. Ja. En dan heb ik ook het liedje uit... Ja, de mensen horen dat allemaal heel graag en ze kennen dat heel goed. Ja. Dat is echt waar, hè. Ach, van als je dat begint, oh, je zult er veel zingen... Jou herken ik met gesloten ogen. Ja. Eddie Wally concentreert zich in zijn geïmproviseerde loge. De keuken van het hotel. Dit wordt het nieuwe kostuum van Eddie Wally hier in Miami. Prachtig kostuum, Eddie. Chic. Het is van Alberto Cellini. Cellini, Italiano. Ik ken hem niet. Nee? Maar nu wel, hè. Het is dezelfde kleur, Eddie. Ja. Wel, ik ben aan. Mariette heeft dat gekozen, hè. Heeft Mariette dat gekozen? Ja. Eddie. Is een beetje stijl, hè. Sexy. Ja. Sexy rockstar. Allee, ik ga je even laten concentreren. Ja, het is nu 20 voor 9. Nog 20 minuten, Eddie. Goed hoor. Oei, oei. Als je nog iets nodig hebt. Mark de Vlieger. Mark de Vlieger. Je zal een beetje zweten, denk ik. De man dit geluid. Dan moet je nog een koekje hebben, een sandwich, een stukje fruit. Niks. Oké. Okay. Het is in the house. Zeker. Eddie? Ja? Nog 25 minuten. Er komt een autobus nog. We zijn van Nederland. Ja? Nee, allemaal Nederlanders. Die er zijn een aantal Nederlanders hier in verschillende hotels en die komen allemaal samen. Ja. Een 40-tal. Eddie? 10 minuten. Nog 10 minuten. Ik hoor het. 10 minuten. Eddie, nog 7 minuten. Amai, zeg. Eddie, nog 5 minuten. 4 minuten. Goeie. Nog 1 minuut. Eddie? Ja. Klaar? Ja. Is er veel volk? Ja. Heel veel volk. Ja, dus veel volk. Alle stoelen zitten vol. Amai. Goed. Dus nog 2 minuten, hè? Je gaat het... Ik denk dat jij zenuwachtig bent ook, hè? Nee, ik ben niet zenuwachtig, Eddie. Eddie? Ik denk dat. Mark, de man die de intro zal doen, je gaat kunnen volgen, hè? Ja. En nu is de Voice of Europe. En met na Voice of Europe kom jij op, hè? Ja. Niet ervoor, hè? Nee. Dat zou belachelijk zijn, hè? Je moet eerst wachten tot het afgerond is. Belachelijk. Het is niets belachelijk. Ja. Ik ben zenuwachtig, gek gelijk. Tot zo! En dan is het grote moment aangebroken. Music Maestro. Valencia, waar de rode rozen groeien aan de amper hun balkon. Iedereen doet mee, jongeren. Valencia, waar je verliefde partijen en een passion. Niet van België, België.
Mariette laat zich volledig gaan tijdens het Amerikaanse optreden van manlief Eddie Wally. De lobby van het hotel waar Eddie Wally logeert wordt getrakteerd op een volksfeest. Eddie Wally serveert samba, rumba en polonaise. Lokale Vlamingen gaan helemaal uit de bol. Ik leef nu momenteel 2 jaar in Florida. Ik ben vanavond speciaal toevallig naar hier gekomen door Eddie Wally. Schitterend, ja, schitterend. Mooi. Fantastisch. Thank you, Eddie Wally. Thank you very much. Wonderful night, and maybe he'll sing some more later on, I don't know. But now he wants to meet you all. He wants to say hello to everybody. Thank you, Eddie. Thank you very much. Fantastic. Bye-bye. Thank you. Fantastic. The man sing for over an hour. Not too many chanteurs do that. Very much. Kamer 808, na het uitputtende optreden. Eddie? Ja. Hoe wist je waarom niet? Ja. Nou, kom. Oké. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there. Ja, het geweest. Hè? Het geweest vanavond. Ja, prachtig. Hè? Heel veel volk. Hè? Oh. Zeer veel. Veel plezier gehad. Oh, oh. Onverstaanbaar. Zijn moe? Moe? Ja, ik ook niet. Jongen, hij is maar niet moe. Nee. Nee. Van Paul. Ja. Van Paul. Van Paul. Two sweethearts. And the summer wind. Okay. Morgen. Ja. Maar weer een warme dag. Ja. Ja. De volgende ochtend staat Eddie Wally te trappelen van ongeduld om te genieten van de Amerikaanse zon. Oh, Mariette, we gaan gaan zwemmen. We gaan zwemmen. Swimming in de pool. Kom aan, darling. Darling, je vous aime, ma chérie. Darling. Di-da-da-da-da-da. Eddie Wally en Mariette zoeken een plekje uit om zich over te geven aan een dagje luieren aan het zwembad. Wish you were mine. Is not the man there for the hand? No, he's not here to look. I took 2 hands for the swim pool. Uh-huh. And I like 2 cocktails. Okay, beautiful cocktails. Look, hair. Okay. Maar ook aan het zwembad wordt de promotie niet vergeten. Hi. How are you? Very good. Oh. Excellent. Excellent. C'est pas les flamands. Somos argentinos. Argentino. Ah, yes, sí. Si. Uh-huh. I'm an artista belgica. Ah, yeah. A televisione okay. Belgica. Ah. C'est la televisione belgica. Wow. Un beso. En ook in Eddie Wally zit een heuse Fred de Burggraven. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would see. Oh my God. Ze hadden in de familie bij die allemaal zwemmers geweest. Maar bij ons niet. Vroeger hebben we geen tijd daarvoor. Ik weet niet, mijn broer past ook niet dat hij niet kan zwemmen. Nee, in die tijd bestond dat niet veel. Ja. Je moest maar werken, werken, werken. Maar Eddie wel. Die heeft nog een grote voort bij ons over de vaart gezwommen. Hè.
En ze zegt me nog niet. Eddy, mag niet zwom dukken. Eddy, als hij ze zwom dukken. Valentina, Valentina, Valentina. Mucho gracias, señora. Comprendo? En piano, piano, ze is Spanjola, hè? Ook in het water blijft Wally's wereld optreden en contacten leggen. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Tijdens de siesta rinkelt de telefoon. Hallo. Spaghetti? Ja, wat, Hugo? Dat is hier, Maritje. Ja? Is ons editje daar? Ja, hoor. Als Marinatje thuis. Marinatje is toch niet eens mij, hoor. Ah. Is ze bij jou gekomen? Ze is bij mij gekomen, Joost. Ach, hoor. Eddy? Hoe staat het ja. Dan? Oh, mens, mens, mens. Dat is niet te doen. Heel hoor. Goed, hè. Zijn dan een beetje bruin, hè? Ja, hoor, kom. En goed lekker vriendjes hebben. Kan je eerst een Marina geven, Marietje? Ja. Salut. Jo. Maal. Hallo, oh. Oh, goed, ik ben zo blij dat kan ik er huren. Ah, maar ja, ik heb een lampje gebeld, maar die naar je gepakt. Ja, en ik heb een optreden gekregen nu bij Hugo. Ah. Dat is heel mooi. Ah, de mensen deden allemaal mee ambiance. Vanavond al? Nee, vanmiddag. Ah, vanmiddag? Ja, is Pad er niet? Ja, ja. Ja. Maak hem een minuutje. Hallo. Dag, pa. Zoetje nou eerst? Goed, en met u? Oh, uitstekend zeg. Ik ben blij dat ik u hoor. Ah, zit je blij? Ja, als je blij. Ik mis je een beetje. Ja, maar zijn mijn goede kind. Ja, dat weet ik wel. De vakantie had ik nodig. Ik heb een hele goede optreden gehad van de middag. Ah ja? Ja. Prachtig. En ik heb gisteren een heel mooi optreden gehad. Ja. Onverstaanbaar. De mensen zijn hier zeer tevreden. Ah, allee, dat doet mij plezier. Ja. Wacht, ik ga je mouw eens doorgeven. Ja. Dat is mijn vanaan hier. Marina. Wij is het anders? Goed, goed, goed. Is het al bruin? Ja, dat wel, hé. Onze papa gaat dus ook goed, hè? En onze Minoeske? Ja, in Minoeske, ja. Dus kom. Spadden nog een keer? Ja, laat eens. Gaat de groeten van Hugo. Ga nog een keer, oké. Okay. Ik heb vanmorgen naar de papa geweest. Alles oké? Okay? Vele groetjes aan Vanessa. Ik heb alles gecontroleerd. En mama zegt vele groetjes aan Vanessa. Ja, ik ga het doen. Oké? Oké. Vele kusjes van ons. Ja, bye bye, papa. Bye bye. Salut, papa, salut, salut. Salut. Wacht, mama nog een keer geven. Ja, salut. Hallo. Mama, salut. Salut. Mama, salut. Salut. Compliment, nee? Ja, salut. Oké. Okay.